Vervoersdocumenten voor over de weg, daar gaat het over, het AVC en het CMR. In Nederland zijn er twee documenten voor vervoer over de weg. Te weten, het AVC. Dat staat voor Algemene Vervoerscondities en het wordt ook wel beurtvaartadres of beurtvaartje genoemd. Tevens hebben wij de CMR, staat voor Convention Relatief au Contrat du Transport International de Marchandise par la Route. En ja, die moet je uit je hoofd leren. Het is een verdrag voor internationaal vervoer van zaken over de weg. Het AVC-document wordt gebruikt voor binnenlands vervoer binnen Nederland en het CMR wordt gebruikt voor vervoer buiten Nederland, oftewel internationaal, en voor het vervoer van containers, want daarvoor is het AVC niet beschikbaar. Links zien we zo'n AVC-document en rechts zie je het CMR-document. Dagelijks wordt er voor miljarden aan vracht vervoerd. En is er dus ook miljarden aan risico's. En om nou discussie tussen de afzender, de vervoerder en de ontvanger te voorkomen, is er een vrachtbrief. Vandaag heb ik een afspraak bij Rotra met Machiel Roelofsen. En die gaat mij alles uitleggen over hoe ze dat hier gebruiken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een fietser. Ik zie gewoon de wielen in het frame niet meer. Maar hoe kan jij nou zeker stellen dat je weet zeg maar, welke fiets bij welke zending hoort? Rotra heeft het meest geautomatiseerde fietsenlogistieke centrum van de wereld. Okay. En wat hier gebeurt met een warehouse management systeem is dat al die fietsen op automatische ritvolgorde in de wagen worden gezet. Okay. Zodat de chauffeur de fietsen één voor één naar buiten kan rijden zonder dat hij de fiets hoeft te verplaatsen. Ik kan me voorstellen met dit soort kwetsbaar vervoer dat je jouw deel daarvan veilig wil stellen. Hè? Daar heb je de vrachtbrief voor. Ja, dat klopt. En de vrachtbrief is eigenlijk een vervoersovereenkomst, een bevestiging daarvan, tussen zowel de afzender als de ontvanger. Dus alles staat erop eigenlijk? Op die vrachtbrief staat eigenlijk alle informatie die nodig is om de goederen te vervoeren. Dat is het aantal collie, het gewicht, of het remboursementen betreft. En dat voldoet dan weer uiteindelijk aan de normen van AVC, de Algemene Vervoerscondities. Is dit nou een standaardbrief? Rotra gebruikt een afwijkende vorm. En met de kennis en expertise van beurtvaartadres en die van Rotra gezamenlijk hebben we een vrachtbrief gemaakt die aan de regels voldoet, maar ook volledig in de huisstijl is van Koninklijke Rotra. Okay. Het CMR erkende model van de beurtvaartadresvrachtbrief is dus geheel op model aan te passen. Maar hoe ziet zo'n formulier er nou eigenlijk uit? Dat hebben we in het volgende filmpje even voor je op een rijtje gezet. Kijk maar mee. In vak 1 zien we de afzender. De opdrachtgever voor het transport is vaak een fabriek of groothandel. Het kan zijn dat de goederen op een andere locatie opgehaald moeten worden. De plaats van ontvangstnaam staat dan in vak 4. In vak 2 zien we de geadresseerde. De ontvanger is vaak een groothandel of winkel. Ook hier kan de plaats waar de goederen afgeleverd moeten worden anders zijn. Het afleveradres staat dan in vak 3. De hoofdvervoerder zien we in vak 16. Een van de belangrijkste onderdelen is natuurlijk de inhoud van de zending. Vak 6 tot en met 12 omschrijft alle informatie van de goederen. Merken en nummers van de collie, aantal collie, wijze van verpakking, aard van de goederen, bruto gewicht en volume in kubieke meters. Vervolgens is in vak 13 ruimte voor bijzonderheden met betrekking tot het transport. Bijvoorbeeld een zending waarbij gecontroleerd moet worden of de goederen onder een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. De vrachtbrief wordt door alle drie de partijen ondertekend. Eerst de afzender, zodat hij bevestigt dat het formulier naar waarheid is ingevuld. Dan de vervoerder om te verklaren dat hij de goederen conform vrachtbrief in ontvangst neemt. En bij de aflevering tekent de geadresseerde dat de zending klopt. Jos, jij bent advocaat in het transportrecht. Ja. Komt het nou vaak voor dat je zo'n vrachtbrief echt nodig hebt? Ja, heel vaak. Elk transport dat je ziet, de hele dag, al die vrachtwagens hebben een vrachtbrief in de vrachtauto.
daar staat op wat erin zit, hoe het erin ging, verpakking. Dus het is een heel belangrijk document. Ja. En wordt een vervoerder vaak aansprakelijk gesteld? Ja, absoluut. Ja. Als de chauffeur aankomt op het losadres en de ontvanger neemt de spullen in ontvangst, dan ziet hij voor het eerst wat erin zit, of het beschadigd is, hoeveel erin zit. En die vrachtbrief komt dan op tafel, want daar staat op, dat is het bewijs, hoe het erin gegaan is. En hij ziet hoe het eruit komt. Best een nuttig document zou je eigenlijk zeggen. Ja, het is een heel nuttig document. Het is heel belangrijk. En het is belangrijk voor de vervoerder, maar ook voor de verlader, voor de ontvanger. Al die partijen in de keten van het transport, die hebben dat dagelijks nodig. Ja. Dan heb je nog verschillende sectoren in het transport. Ja. Je hebt couriersdiensten, afval. Er zijn allemaal aparte vrachtbrieven voor. Okay. Het is een heel simpel document. En als je het goed gebruikt, dan voorkomt dat heel veel discussie en ellende achteraf. Zodra de zending gereed is, tekent de afzender de CMR-APC-erkende vrachtbrief. Hiermee bevestigt hij dat alle materialen in goede conditie geladen zijn. De vervoerder controleert dit en tekent op zijn beurt ook de vrachtbrief. Beiden nemen een kopie hiervan af en de zending vertrekt. Bij aflevering tekent de klant dat hij alles in goede staat heeft ontvangen. De vrachtbrief is nu in drievoud ondertekend. Uiteraard zijn er gevallen waarbij de vrachtbrief 4 of meer keer ondertekend wordt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, een afspraak tussen de verzender, de vervoerder en de ontvanger. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg dus altijd voor een goede en goed ingevulde vrachtbrief. Want op die manier voorkom je toch problemen. Tot volgende keer. Dag!